En hoe ga je daarmee om? En die anekdote wil ik eigenlijk afsluiten om nog even dit filmpje te laten zien van het wordt wel toch wel een leuk project. Maar ja, ik had het liefst die berg dan nog gehad, weet je. Dan krijg je nog meer mysterie ook, want we hebben een Amerikaanse kunstenaar, die wel in Italië woont, die wilde dat gebied helemaal inzaaien met eetbare planten, maar dat kan je niet gebruiken dan. Dus, want je kan niet eten, want er zijn te veel zware metalen in die grond en ook. Dus vandaar ook weer die mobiele tuinen erbij dan. En de problemen met het water. En dat gaan we allemaal oplossen. Dus, dank jullie wel. Denis, bedankt. Ik vind het een geweldige avond. Uit zoveel verschillende hoeken dat er toch een soort congruentie ontstaat van gedachtegoed. En ik zou nu nog een half uurtje willen besteden of zoveel vragen er zijn aan wat een beetje discussie. Ik bedoel, is er iemand, ik heb zelf wel een vraag, maar is er iemand die naar aanleiding van deze vier referaten een opmerking heeft of een vraag?